Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag enige basistechnieken uitleggen, maar voordat ik het ga uitleggen wil ik jullie hartelijk bedanken voor het abonneren. Op het einde van de film klik je op de knop waar mijn foto op staat en natuurlijk de duimpjes omhoog. Dan kan je altijd zien hoeveel mensen deze film leuk vinden. En het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken. Maar we gaan vandaag de basistechnieken uitleggen. Je hebt nodig een bolletje wol. Steekmarkeerder heb je niet vandaag nodig, maar is wel handig om in huis te hebben. Een stopnaald, een haaknaald, een schaartje, centimeter, een schriftje en een potlood. En natuurlijk ook een setje haaknaalden. En deze set is van de Action. En daar kan je ook alle maten, kijk die staan hier op. Alle maten die je nodig hebt, ja, die heb je dan in huis. En het zijn geen dure setjes. Maar in ieder geval, je hebt in ieder geval een haaknaald nodig om te beginnen. En het is wel makkelijk hoor, een basis setje. Ik pak nu eventjes een haaknaald eruit. Haaknaald nummer 6. Ik leg eventjes de spulletjes aan de kant en dan gaan we beginnen met een opzetlus. En dan denk je, nou dat is niet moeilijk, en een opzetlus is ook niet moeilijk, maar je moet hem wel een keer uitgelegd krijgen. En je pakt dus het uiteinde van je draadje en je pakt hem omhoog en je draait dus je draadje eromheen. Dan pak je met je vinger deze draad op en dan trek je die lus naar boven. En dit is je opzetlus. Ik zal hem nog een keer voordoen. Je houdt het uiteinde aan deze kant. Je pakt hem op met je linkerhand. En als je natuurlijk links bent, dan doe je dat andersom. Je maakt er eigenlijk een kwart lus van. En dan pak je die kleine draad op. En je pakt ook meteen die andere draad. En dan trek je hem aan en dat is je opzetlus. Dan steek je je haaknaald in de draad. Trek het een beetje aan hoor, het hoeft niet strak. Alles kan heel los. Dan doe je die draad niet van deze kleine, maar die draad waar je bol aan zit, die sla je om je haaknaald heen. En dan trek je hem door die lus. Maar wil je hem doortrekken? Kijk, als je zo doet, dan kan je niet doortrekken. Dus je draait ook een beetje je haaknaald zo, zodat je precies je draad onder die lus mee kan halen. Dan ga je weer omslaan. Je houdt met je duim, zeg maar, je ketting vast. En je draait weer een beetje met je haaknaald door de lus. Omslaan, draad omslaan, je draait je haaknaald en je trekt die draad door de lus. Als je nog nooit gehaakt hebt, omslaan en je haaknaald mee draaien, naar onder houden en door de lus. Als je nog nooit gehaakt hebt, dan is dit al een heel nieuw begin voor je, want ja, dit heb je nog nooit gedaan en dan moet je gewoon echt even oefenen. Dus dit is de opzetketting die je ook in elk boekje ziet of in elk filmpje. Omslaan en de draad erdoor halen. Omslaan, de haaknaald een beetje draaien en door de lus. Omslaan, haaknaald draaien en door de lus. Kijk, je kan je draad gewoon bij je wijsvinger houden, maar als je het nog, ik doe het altijd zo, bij mij zit die draad tussen mijn wijsvinger en mijn middelvinger en zo pak ik hem met mijn haaknaald, pak ik hem op. En dan draai je je haaknaald en je haalt hem door de lus. Zie je, dan krijg je een mooie ketting en wil je elke keer een standvastige ketting, ja, dan moet je dit gewoon vaker gaan oefenen. Dan gaan we nu door met vaste.
als je een vaste maakt en je begint dan, kijk, dan is dit de eerste opzetlus en dan begin je met toer 1 en dan begin je met weer 1 losse, omdat je vaste gaat haken, 1 losse, je haalt je draad op en je hebt je eerste losse. Dan ga je je eerste vaste in deze steken, wacht, ik zal even de naald eruit halen, niet in deze, maar in deze. Dat wordt je eerste steek en daar steek je gewoon in. Dat mag gewoon 1 lusje zijn. Dan haal je weer je draad op en je trekt hem door het lusje. Dan ga je nog een keer je draad omslaan en dan trek je hem door 2 lusjes. En dit is je eerste vaste. En die ene losse, dat is echt omdat je nu met deze toer verder gaat. Insteken. Je haalt je draad op. Omslaan en door 2. Insteken. Je haalt weer je draad op. Je hebt tot 2 lussen op je haaknaald. Draad om de naald en door 2. En dit zijn je vaste. En dit moet je gewoon heel vaak gaan oefenen. Insteken, je draad ophalen. Je hebt 2 lussen, omslaan, door 2. Insteken, je draad ophalen, 2 lussen, nog een keer omslaan. Je draait je haaknaald en je haalt ze door 2. Insteken, je haalt je draad op, je hebt 2 lussen, nog een keer omslaan en dan door 2. Insteken, draad ophalen, doorhalen, draad omslaan, door 2. Kijk, zo begint al een heel leuk rijtje met vaste. Nog een keer, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En dan is dit je laatste steek hier. Insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En dan is dit je eerste toer met vaste, is klaar. Als je de volgende toer wil maken, dan doe je omslaan door 1. Kijk, en dan heb je hier 1 lusje gemaakt en dan sla je, draai je je werk en dan doe je dat als een blaadje. Je pakt het op en je draait je werk en we gaan nog 1 toer vasten en dan gaan we in deze steek gaan we de nieuwe steek zetten, niet in deze maar in deze. Je gaat je draad ophalen, draad omslaan, door 2. Zie je, dan heb je die eerste losse is al de eerste vaste en dan heb je hier je tweede vaste. Dan ga je in deze steek weer. Nu moet je wel door twee lusjes je haaknaald steken. Omslaan. Draad ophalen. Weer een keer omslaan. Door 2. Insteken. En je hebt weer 2 lusjes hier. Even zorgen dat je genoeg garen hebt, zodat je lekker door kan werken. Je gaat er weer goed voor zitten, je houdt je haaknaald goed vast en je draad weer en je haalt weer je draad door. Als je er 2 hebt dan weer omslaan en je haalt je haaknaald door 2. Insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En dit is haaknaald nummer 6 en als je wol pakt voor haaknaald 4 tot 5 kan je gerust haaknaald 6 gebruiken. Je moet het echt even uitproberen. We gaan weer insteken door 2 lusjes. Je haalt je draad op. Je hebt 2 lusjes, omslaan, door 2. Insteken,
je draad ophalen, omslaan en door 2. Insteken, je draad ophalen, omslaan, door 2. En het hoeft niet strak, je kan het zo los, lekker losjes haken. Dit is dan de laatste steek hier. En hier hebben heel veel mensen moeite mee. Maar die laatste steek, die zit gewoon hier. En dan moet je gewoon goed opletten, want er zijn mensen die denken, oh, ik ben klaar. En dan gaan ze naar de volgende steek en dan krijgen ze een schuin dasje. En dat is niet de bedoeling. Dus die laatste steek, die mag je niet vergeten. Omslaan, doorhalen, omslaan en door 2 lusjes. En dit is de uitleg van de vaste steken. Dan krijg je een heel mooi resultaat als je het zo doet. Dan gaan we nu aan de stokjes beginnen. En met de stokjes ga je altijd 3 lossen omhoog. 1, omslaan, 2, omslaan, 3. En dan keer je weer je werk als een blaadje. Je draait het om. Je pakt je draad weer goed in je hand. Maar bij een stokje moet je eerst omslaan en dan inzetten. Dus dat is net iets anders dan een vaste en net een andere steek. Maar als je stokjes kan haken, dan kan je verder gaan met andere steken haken. En die steek je in die tweede hier, deze steek. Niet hierin, maar in die tweede. Je haalt je draad op, je haalt hem weer door. Dan heb je hier 1, 2, 3 lussen op je haaknaald. Dan sla je weer een keer om en dan ga je door 2. En dan heb je al bijna een half stokje klaar. En daarom noemen ze dit ook halve stokjes, maar we gaan nu gewoon een stokje leren. Dus omslaan en door 2. En nu heb je al 2 stokjes gemaakt. Kijk, deze telt mee als het eerste stokje, die 3 lossen. En deze telt als een gewoon stokje. Dus nu heb je al 2 stokjes af. Dan ga je nu weer omslaan, insteken, de draad ophalen en lekker losjes houden. Omslaan weer, door 2 en weer omslaan, door 2. En dan heb je je derde stokje af, of je tweede stokje. En in elke steek gaan we zo weer de stokjes maken. Dus je houdt je draad goed vast. Je pakt je haaknaald, omslaan in de volgende steek. Je haalt ook dat je 2 lusjes hebt hier. Daar haal je je draad op. En je haalt hem door. Dan heb je 3 lussen. Omslaan. En je trekt je draad door 2 lusjes. Omslaan door 2. En je hebt weer een stokje af. Omslaan. Insteken. Draad ophalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Omslaan, in de volgende steek, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan de laatste steek en die mag je weer eventjes gaan zoeken, want je ziet die bijna niet. Dus omslaan en dan steek je hem hierin, in je laatste steek. Omslaan en doorhalen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je, je moet goed die laatste steek meepakken. En om het werk nu weer te keren, gaan we weer 3 lossen maken. Eventjes wat garen pakken.
omslaan, 3 lossen, 1 omslaan, 2 omslaan, 3 en dan gaan we weer het weer keren. En dan gaan we weer nu in deze boven dit stokje gaan we nog een stokje maken, zodat je echt boven elk stokje weer een stokje maakt. Je steekt hier niet in, maar je steekt hierin. Je gaat de draad omslaan, je houdt je werkje goed vast, je ontspant, omslaan, in het voorgaande stokje steken en dan steek je ook echt gewoon tussen deze twee in die opening steek je in. Je gaat dus niet hierin steken, nee, je steekt boven het eerste stokje steek je in. Je gaat je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je? Dan krijg je mooie rechte zijkanten als je dit doet, want die 3 lossen die tellen mee als een stokje. Dan gaan we weer een stokje op het volgende stokje zetten, omslaan, insteken, je haalt je draad op. Kijk, en als je je draad weer wilt pakken, dan draai je elke keer met je haaknaald mee en door 2. Je pakt je draad op, door 2. Omslaan, insteken, in de volgende steek, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2. De volgende steek. Je kan het ook altijd een beetje open trekken als je het wil. Omslaan, insteken, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan en je draait je haaknaald door 2. Weer omslaan, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Even garen pakken, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. We zijn er bijna. Kijk, dit is het één na laatste stokje en dit zijn die 3 lossen van het begin. Daar gaan we dadelijk in de derde nog insteken, maar eerst nog in deze opening zorgen dat je 2 lusjes hebt. Je draad ophalen, doorhalen, omslaan door 2, draad ophalen, omslaan door 2. Nu gaan we bij de laatste, gaan we, ja, in die bovenste, daar gaan we omslaan, daar gaan we een stokje zetten. Doorhalen, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, wil je nu weer verder naar boven, dan doe je weer 3 lossen en dan draai je weer je werk en dan ga je weer verder. En goed die uiteinden meepakken, goed de stokjes ook tellen, hoeveel stokjes dat je opgezet hebt. Ik heb nu eigenlijk niet geteld, maar je moet wel beginnen met tellen. Schrijf het even op, daarvoor heb je je schriftje en een pen en dan tel je even het aantal steken. Klopt het niet? Ja, dan haal je het gewoon even uit, dat is mijn haak heel makkelijk. Gewoon even uithalen en gewoon opnieuw beginnen dat het aantal steken klopt. Nou, dit was weer Iedereen kan haken. Graag duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. En hieronder abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. En dankjewel voor het kijken.